Ja, hij was drank- en drugsverslaafd en hij sloeg buitenlanders in elkaar en dat vond ik heel erg. Ja. Een knokpartijtje, hij was ook wel een mannetje. Hoe is Florence zo'n buitenlanderhater geworden? En wat doet zijn gedrag met zijn familie? Het heeft met mij een hoop gedaan. Veel draaide in het gezin op een gegeven moment om zijn buien en problemen. Ja, ik schrok dat Florence werd opgepakt door de politie. Hoe het verder gaat met Florence en wat zijn zus hem vandaag wil zeggen, u ziet het in De Verandering. 1992. In dit jaar ziet Florence van der Spek voor het eerst het levenslicht. Ja, hier een van de eerste foto's met pa en ma. Mijn vader helemaal trots. Mijn moeder erbij. Kijk, hier zien wij Floor voor het eerst op het grote bed. Helemaal blij en onder de indruk. Floor was in het gezin altijd echt een gezellige jongen. Hij zorgde altijd voor reuring in het gezin. En soms waren het ook wel een beetje vervelende dingen. Dat hij bijvoorbeeld stinkbom en een poepspray in huis. En dan zeiden we allemaal van Floor, wat heb je nou weer gedaan? Ja, dan kon Floor natuurlijk heel hard om lachen. Maar de vrolijke Florence heeft ook een andere kant. Heel druk en snel boos. Ja, Floor was op de lagere school al driftig. En vooral als hij het gevoel had dat hem onrecht aangedaan werd, dan werd hij echt flink boos. Dan balde hij zijn vuisten en dan beet hij bijna zijn tong ervan af. En dan ging hij er echt op af. De naam Florence van der Spek, dat was was op ons dorp eigenlijk een bekend gegeven. Florence, dat was een boefje, die kende menig een. En hij kwam van klas tot klas en ik zat zelf in groep 7 op dat moment. Dus je wist, het gaat een keer komen. En het was toch wel zodanig dat je onderling dan vaak wel over had van welke klas krijg jij, welke klas krijg jij, welke leerlingen zitten er in die klas. En het was toch wel iets van, wow, Florence, hij komt eraan. Wie krijgt hem, ik of jij? Hij had altijd wel interesse zeg maar, voor het leger, voor vechten. En dat hij met klasgenoten bijvoorbeeld echt op de vuist ging. En hij sprak ook af om te gaan vechten. Met klasgenoten of met vrienden. Ja. Wat bij Floris heel erg opviel was, hij had die enorme brede grijns op zijn gezicht. Ik denk dat dat ook wel maakt dat hij er altijd goed van afkwam. Ik kan me nog een voorval herinneren dat hij het voor elkaar had. En dan zat hij dus op de basisschool, 10, 11 jaar denk ik. Dat hij een stoplicht had geregeld. Nou ja, waar haal je een stoplicht vandaan? Dat is ook wel typisch Floris. Waar haal je de dingen vandaan? En dan stond hij ineens op zo'n kruispunt, stond daar een stoplicht. En die stond op rood en dan weer op groen en dan weer op oranje. En er stonden allemaal auto's te wachten. En hij lag dan ergens verderop achter een struik. En dan zat hij met een afstandsbediening, zat hij dat ding te bedienen. En hij lag helemaal in een scheur. Vond hij geweldig, weet je wel. Ja, dat typeert eigenlijk wel Floor. Het was geen echte rottigheid in de verkeerde zin. Maar hij bedacht het, hij deed het. Er zat geen rem op. Hij wist ook anderen gewoon in beweging te zetten om dat te doen. En, zo rolde hij een beetje zijn basisschoolperiode door. We waren een kerkgaand gezin. We gingen 2 keer per zondag naar de kerk. Maar ik merkte dat het Floor niet zoveel deed. Hij wilde graag de grens opzoeken. Al heel jong komt Florence in aanraking met drank. Ja, hij keek erg op tegen de oudere jongens in het dorp. En hij vond het erg stoer wat zij allemaal deden. En hij wilde daar graag aan meedoen. En ik denk dat hij daardoor ook is gaan drinken. En achteraf hoorde ik dat hij 12 jaar was. Dat is natuurlijk heel erg jong. Ja. Hij wil bier. En wat ik me ervan herinner is dat ik op een gegeven moment wel zag dat Floor ook veel dronk. He, dus dat hij soms ook wel dronken thuis kwam. De drugs doet dan ook zijn intrede in het leven van Florence. En al snel is hij verslaafd. Ik heb later gehoord dat hij ook echt al jong is gaan blowen. Hij was toen 13, 14 jaar. Het enige wat ik daarvan weet, is dat we van die zakjes vonden. Die vonden we dan in de gang of bij zijn jas. Ook op de middelbare school ziet zijn leraar dat het niet goed gaat. Ik heb in de loop der jaren toch wel honderden leerlingen gehad. En van een heel aantal leerlingen weet ik dan niet veel meer. Maar zoals Florence was wel iemand die sprong in het oog.
Ik herinner me dat hij in ieder geval heel vaak te laat kwam. Een beetje een druktemaker, hè? Waar Floris was, daar was altijd wel reuring. De zogenaamde zuipkeet en de muziek die daar gedraaid wordt, hebben niet de beste invloed op de nog jonge Floris. Veel muziek in de keet gaat over buitenlanderhaat. En dat maakt iets wakker in Florence. Het was wel zo dat hij bijtpauwen liet vallen in huis. Hè, dat, hij, dat riep hij dan gewoon bijtpauwer. En hij had ook wel dat hij van tekende. En dat hing hij dan bijvoorbeeld op de deur van zijn slaapkamer. Wilde hij wel echt een statement maken van nou, hier sta ik voor. En dan zei hij bijvoorbeeld van nou, die buitenlanders en... ze pakken al ons werk af en ze moeten gewoon naar hun eigen land gaan. Ja, dan begreep ik hem daar gewoon niet zo goed in, dat hij daar zo fel in kon zijn. En dan was ik ook wel bang dat wat anderen daarvan zouden zeggen. Ja, of dat hij daarmee de woede van anderen op zijn nek zou krijgen. Ja, ja. Regelmatig komt Florence in aanraking met de politie. Nou, ik heb gehoord dat hij echt met buitenlanders op de vuist ging. Ja, dat vind ik heel erg dat gebeurde. Ja, mijn ouders vonden dat vreselijk, dat hij in de cel moest. Ze wisten ook niet wat ze ermee moesten. En hij kreeg wel een gedragscursus. En ze kregen ook wel hulp bij hoe ze Floor op het rechte pad moesten krijgen. Drugs, drank, geweld. Daaruit bestaat het leven van Florence. En dat is zwaar voor zijn familie. Het heeft veel met mij gedaan en veel draaide op een gegeven moment om de buien en problemen van Floor. En ik dacht, komt het ooit nog goed? We zijn inmiddels zo'n 7 jaar verder. En ik ben heel benieuwd hoe het nu is met die verslaafde Florence. Die leeft van vechtpartij naar vechtpartij. En als het goed is, is hij daar nu aan het werk. Oh, hier wordt hard gewerkt. Ja. Hi. Hallo. Hoi, Mirjam. Goedendag, Florence. Wat was je aan het doen? Ik ben een witte bes nu aan het poten. Wow. Ik heb hier wat bessenstruiken gezet. Ja. Voor een lekkere kleine fruit. Leuk. Dat is gezond. Dat is zeker en, gezond. Het is leuk om te doen. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Het gaat heel goed met mij. Ik zie het. Ja. Je straalt ervan. Ja, ik ben heel leuk bezig en alles gaat goed. Maar dat is niet altijd zo geweest. Dat klopt. Er is erg veel veranderd. Ja. Maar ik kan je daar heel veel meer over vertellen, maar misschien kunnen we dat beter op een rustige plek doen. Prima, laten we dat doen. Oké, top. Wat een lekker plek hier hoor. Ja, niet, hè? Ja, zeker. Florence neemt me mee naar een grote ruimte dicht bij zijn huis. En daar ben ik natuurlijk benieuwd hoe het komt dat deze drugsverslaafde nu zo'n blije man is. Met mijn 12e, 13e, 14e was ik bijna elk weekend dronken. En nou, dan wilde ik ook wel eens gebloot hebben, of ik wilde ook wel eens gebruikt hebben. Iets van een pil of een beetje snuif. Dan wordt het opeens zo'n gewoonte waar je echt aan verslaafd wordt. Want je wil er eventjes van de kaart zijn, even niet meer denken aan je problemen, want het zorgt ook voor problemen. Ik dronk altijd mijn geld op en ik feest het op, dus ik had altijd problemen om me heen. En hoe heftig is het voor jouw familie geweest, voor je ouders, voor je zus? Ik misdroeg me overal waar ik kwam. Dus ja, ik denk wel dat ze dat moeilijk hebben gevonden om dat uit te leggen aan mensen om me heen. Bijvoorbeeld na oud en nieuw had ik een keer mijn blote kont laten zien naar een ME'er. En was ik opgepakt. Nou ja, dat verhaaltje gaat zo het dorp rond. Ik woonde ook in het dorp, daar praten mensen over elkaar. En ja, dat vind je als moeder natuurlijk niet fijn. En ook als familie niet. Maar ook thuis was dat moeilijk, want ik was agressief. En als er iets niet naar mijn zin ging, dan had ik een hele grote mond of kreeg een klap. Floris gaat steeds verder in een leven van geweld en drank. En van de buitenkant lijkt het alsof hij het maar wat mooi vindt. Zo ook bij het vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw 2003 in Moerkapelle. Ja, hij had stenen gegooid naar de ME en... Hij werd daarvoor opgepakt en daar moest hij gewoon ook om lachen. Dit voorval komt in diverse kranten te staan. Ja, hij vond het stoer dat hele gebeuren van Oud en Nieuw in de krant kwam, ja. Maar voor de familie is het opnieuw zeer pijnlijk. Ik denk dat mijn ouders, ja, dat ze echt wel, dat ze niet wisten hoe het goed moest komen met Floor.
Ja. Op een gegeven moment ontwikkel je ook een soort van haat tegen buitenlanders en zo. Kun je dat eens vertellen hoe dat ontstaan is? Ik denk dat dat wel een beetje ook vooral de groepscultuur was bij ons. En je krijgt een beetje gedachten van eigen volk eerst. Je gaf er helemaal niet meer aan omdat iemand white power zei of een Hitlergroet deed. Florence voelt zich ook aangetrokken tot de ideologie van white power. Dat staat voor de blanken aan de macht. En ook als je in de stad kwam, dan kwam je ander volk tegen en ook buitenlanders. Nou, dan was het vaak ruzie en vaak vechten. Ja. En steeds meer belandt Florence in de wereld van drank en drugs. Als ik gebruikte, dan werd ik gewoon agressief, ook naar mijn vrienden toe. Ja, dus ik had eigenlijk al alles gedag gezegd, school, werk, familie. Maar mijn vrienden, die maakten me nog wel wat uit. Maar zelfs zij hadden zoiets van, joh, je moet normaal gaan doen. Ja. Maar opeens verandert er iets in Florence. Mijn vader vroeg aan mij van, joh, waar leef jij nou voor? Dat zette me wel onwijs aan denken. Hij had toen drugs in mijn jas weer gevonden. En hij zou me weer aangemelden bij jeugdzorg. Ik had al heel veel lopen bij jeugdzorg en bij justitie en zo. En dan zou ik uit huis geplaatst worden. Het ging niet goed met mijn werk. Mijn school ging ik niet halen. En ook mijn vrienden zeiden opeens zelfs van, joh, waar ben je nou mee bezig? Ja, ik kon wel verdrietig zijn hoe het met Floor ging. Ja. En vooral omdat ik zag dat het echt niet goed met hem ging. Ik ging eigenlijk nooit meer naar de kerk. Ik deed het wel eens voor mijn ouders dan. Maar dan reed ik naar de kerk toe en dan reden ze voorbij met de auto. En dan ging ik weer naar de slurp, naar de zuipkeet. En ik reed nu naar de kerk en ging niet naar de slurp, want ik wilde horen wat die dominee te zeggen had. En de dominee ging spreken over Lucas 15, de verloren zoon. En die helemaal in de put zat. En dat was alsof die dominee tegen mij sprak. En vanaf dat moment stortte alles, heel mijn wereld om me heen in. Ik dacht, dit is echt allemaal waar. En ik ging op mijn knieën thuis en ik kreeg echt een ontmoeting met God. En het was alsof God tegen mij zei, ik vergeef je van al je zonden. Ik spreek je vrij van al je zonden. En je mag bij mij thuiskomen, je mag mijn kind zijn. Vanaf dat moment, ik stopte met gebruik, ik stopte met drinken. Mijn vrienden gingen me bellen, waar blijf je? Alles werd anders in mijn leven. Ik ging de Bijbel lezen, ik had nog nooit een boek gelezen voor school, voor niks. Ik las nergens over. Maar ik ging de Bijbel lezen en ik kwam van verbazing in verbazing. Ik ging zien wat de Heer Jezus voor mij had gedaan. En echt, ik was heel veel aan het huilen over hoe ik geleefd had. Ik ging rondom me heen gingen kijken wie ik vergeving moest vragen. Ik ging mensen een bloemetje langsbrengen en sorry zeggen, joh, sorry dat ik zo heb geleefd. En dat ging van verbazing in verbazing. En ik kreeg ook verlangen dat al mijn andere vrienden en alle andere familie en kennissen die ik had, dat ze ook datzelfde konden ervaren wat ik heb ervaren. Ik ging steeds meer getuigen van de Heer Jezus. Ik ging plakken, posters plakken in het dorp. Op elk kastje dat ik me zag, plakte ik een poster, Jezus redt. Nou, en dan kwam de politie bij me thuis langs van, ja, wat ben je nou aan het doen? Ja, we hebben gehoord in het dorp dat jij die jongen bent die tot geloof gekomen is. Maar je kan niet heel het dorp onder die posters plakken. Nou, dan zei ik sorry, ja, dan ga ik ze weer afhalen. En zo, alles in mijn leven ging draaien om de Heer Jezus. Alles wat ik deed, wilde ik de Heer Jezus groot maken. Weet je wel dat Jezus leeft? Jezus leeft. Op mijn bus zet ik van die grotere toeters. En dan kon ik doorheen spreken. Ging ik preken van de Heer Jezus. En ja, alles draaide om de Heer Jezus. Door Florence zijn enthousiaste voorkomen komt hij steeds vaker op tv. Zoals hier met Jair Verweda. En wat voor teksten verkondig je dan zoal? Ja, dat is elke keer weer een andere. Ik heb geen lijstje, geen papiertje. Jezus leeft. Florence wil zo graag mensen bereiken dat hij de politiek ingaat met de partij Jezus Leeft. Een jaar geleden ben ik ook mee gaan doen met de politieke partij. Dus we hebben landelijke verkiezingen gehad. En toen heb ik mezelf verkiesbaar gesteld. Ga lekker zitten. Florence, het is overduidelijk dat je één inspiratiebron hebt voor de oplossing voor alle problemen. En zo belandt onze vrolijke vriend aan tafel bij Jinek.
Ik kreeg een minuut om iets te delen over de partij. En ik kon gewoon heerlijk delen dat alleen Jezus echt een verandering kan geven. Ik wil u vandaag de boodschap meegeven van Jezus leeft. Er is er maar één die u echte hoop kan geven. Zijn naam is Jezus. U hebt een keus. Gebruik hem. Ja, dat was super mooi hoe zij erop reageerde. Hoe zij daarmee omging. Ja, dat was heel respectvol, heel lief. Ik heb ook nog heel goed met haar kunnen praten en nog een bijbeltje mee kunnen geven. Ook nog. Dus dat zijn leuke ontmoetingen. Ik heb nog nooit een gast aan tafel gehad die zo blij is als dat jij bent. Ja. Heerlijk om naar te kijken. Ik moet door naar mijn volgende kandidaat. Nog blijer, dat is Jezus zelf. Florence is aan alle kanten veranderd. Maar er is nog één ding wat ik wil weten. En hoe kijk jij dan nu naar buitenlanders? Ja, gewoon als mijn... Als hetzelfde als mij. Ik zie ze niet meer als tweede rangs of als foute mensen. Nee, ik heb er liefde voor. Ik weet, ik ben nadat ik tot geloof ben gegaan, ben ik meerdere keren naar Afrika gegaan. En dat zijn de meest enthousiaste gelovigen daar die ik ken. En ja, voor mij is het gewoon feest om met hun om te gaan, nu. I'm forgiven. I'm set free. Flo heeft innerlijke vrede gekregen. Ja. Ja, dat zie ik aan hem. Ik zie dat aan zijn ogen. Ja. Ik neem Florence mee naar een plek voor zijn huis. Wat hij niet weet, is dat zijn zus hem hier iets persoonlijks wil zeggen. Maar, wat is dit? Ja, dat is een ambulance. Een oude ambulance. Maar die hebben we een beetje versierd. Ja? Belangrijke teksten. En die ambulance gebruiken we om het evangelie te delen op de straat. Hey, en nu ben je aan het evangeliseren, je leven is veranderd. Ja. Maar voorheen was je natuurlijk niet zo'n brave jongen, vroeger. Klopt. Nog even, hoe was dat bijvoorbeeld hoe heeft jouw zus dat beleefd? Heel lastig, denk ik. Hele lastige omgang met mij. Ja, ik ben dankbaar voor hoe hij veranderd is. En dat hij daardoor ook een gelukkige mens is geworden. Nou, is er iemand die graag iets tegen jou wil zeggen? Oké. Okay. Hier. Oké. Okay. Dat is leuk. Ja, dat is leuk. Vraag je af wie? Ja, ik ben wel heel erg benieuwd wie. Je brengt het zo van, nou is er iemand. Dus ja, ik ben benieuwd wie dat dan is. Ja. Ja. Ik zou graag willen zeggen dat ik echt ontzettend trots op hem ben. Dat hij echt mijn lieve broertje is. En ik hoop dat hij zijn leven lang mag delen wie Jezus is. Hey. Ben je hier als verrassing? Ik ben hier als verrassing. Ik hoop dat het nog een verrassing voor je is. Ja, dat is een verrassing. Ja, ik ben hier om te zeggen hoe trots ik op je ben. En ik vind het heel mooi om te zien hoe je veranderd bent. En ik hoop dat je je leven lang Jezus liefde uit mag delen. Oh, yeah. Dank je wel. Wat leuk, joh. Ja, echt heel leuk. Ik had het echt niet. Ik had allerlei dingen ervoor zitten stellen. Ja? Maar ja, tuurlijk denk je wat. Maar ik vind het heel leuk. Heel fijn, heel fijn. Ja. Dank je wel. Als je tot geloof komt, dan begint het avontuur. Ik dacht altijd, het is het saaiste leven wat er is. Maar het is het mooiste leven hier op aarde ook, om met God te leven.